Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is nog heel vroeg en het is zondag. Het is 17 juni en het is 6:46. Ja, waarom zo vroeg? Nou, wat zal ik zeggen? Ik zeg eerst een hele goede morgen bij Corina en de Beestenwol. Bij weer een gloednieuwe vlog. Ja. Een vlog die over een treinreis gaat. Van Den Helder naar Den Haag. En in Den Haag, daar tref ik Jan van Dam. En samen met Jan van Dam treffen we daar mijn dochter Karin van de Werf en Roderick Taalman, mijn schoonzoon. Dus ja, dat zal een gezellige dag gaan worden. En ik hoop op beter weer dan het hier nou is, want het is hier triest. Ja, het is hier bewolkt. Ik zie wel daar stukjes blauwe lucht. En daar wat, en daar, maar algemeen is het bewolkt. Ja, dat, en het is ook niet warm. Daar is hondje Woefwaf. Ja. En, nou ja, we gaan het gewoon gezellig houden en gezellig maken. En we zullen het beleven allemaal. Ja, mijn water heeft gekookt voor een bakje koffie. En ik heb vanochtend vroeg eigenlijk al gegeten dat... Ik ga nou niet eten. Ik neem wel brood mee voor in de trein. Dat neem ik wel mee. Dat heb ik ook klaar. Dat zal ik zo meteen allemaal ook klaarmaken verder. Dat het, ik het in de tas van mijn mandje van de scootmobiel kan doen. En voor de rest, nou ja, Astrid die komt straks. Die gaat oppassen op de diertjes. En het is meer op Frodo dan op de katten, want die katten die redden hem wel. Dan gaat het om Frodo, ja. Voor de katten staat er een kattenbak, et cetera, dus die redden sowieso dan. Maar mijn hondje, die kan dat niet, nee. Je moet toch ook naar buiten kunnen, dat gaat anders niet lukken. Hé, man, nee. Dus er komt oppas en die blijft lekker de hele dag hier ook. En dat komt allemaal wel goed. Of niet, jongens? Zitten er hier twee. Ik heb het gordijn achter me nog dicht, hoor. En die blijft dicht. Die hou ik altijd dicht voordat meneertje niet om alles gaat blaffen. Hé, kerel? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen... Geniet van jullie dag. Mooi straks naar de kerk, dat zeg ik, een fijne kerkdienst. Ik sla twee keer over en vorige keer heb ik ook al overgeslagen omdat ik toen ziek was. Ik heb nou trouwens amper geslapen, ik heb amper 2 uur slaap gehad. Oké, ja. Maar ook dat komt wel goed, wie weet, dat ik vannacht wel kan slapen. Maar in ieder geval, kom je doen? Ja, je krijgt zo happy. Dus ik zou zeggen, vrienden, geniet nogmaals van jullie dag. En tot later. Doei, doei. Thank you.
Ja, lieve vrienden, en daar zit ik dan in de trein, overdwars, want ja, ik kon de bocht niet maken, want je hebt hier zo'n lekker glazen plaatje en ik kan niet om die bocht heen met mijn scootmobiel. Dus dan sta ik overdwars. Ja, en in plaats van in Amsterdam-Sloterdijk uit Haarlem. Ze zijn weer aan het werk, gezellig hè, maar niet heus. Dus ja, ze gooien wel weer roet in het eten in je route die je gepland hebt. Dus ja, moet alles omgegooid worden. Dus je moet de mensen waarschuwen waar je naartoe gaat. En degene die uit zijn eigen stad vandaan komt, Jan van Dam. Die heb ik ook al gewaarschuwd. Dus ja, het is nou afwachten. Dat ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, ja. De route wordt gelukkig niet veranderd. Dus we gaan niet via Haarlem, maar gewoon naar Amsterdam-Sloterdijk, waar ik geholpen word met overstappen. Naar Den Haag. Ja. Dus het komt allemaal op zijn pootjes terecht. Te zeggen, tot later.
Nou, en dan rij ik dus in, in Den Haag in een bos, oftewel het Haagse Bos. Ja, in het Haagse Bos. Ja, het is nog steeds ochtend. Ja. En wie hebben we daar? En wie hebben we daar? Hey! Ja. Ja, en mijn GoPro, ja, mijn reservebatterij kijk momenteel niet vinden. En de batterij die erin zit is vol. Dus ja, ik moet straks bij Karin in huis maar eventjes verder in mijn tas gluren en doen. Kijken of ik ze ergens onder heb liggen. En anders, ja, heb ik pech. Maar deze camera is er ook nog. En ik heb mijn eigen oplader mee, mijn snellader. Dus ja, komt allemaal wel weer goed. Toch, Karin? Goed zo. Maar dan stop ik weer even om dit ding weer op te ruimen. Nou, en wat komen we tegen in Den Haag? Twee zwanen. En daar ben ik dan in Den Helder op zoek. Rotterdam? Ja, vandaag in Rotterdam. Oh, we zijn in Rotterdam, wordt er gezegd. Nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, waar we dan ook zijn. In Den Helder ben ik ze aan het zoeken en daar zijn ze er niet. Kennen we ze niet vinden. Nou, Chrissy, voor jou. Twee zwanen, schat. Ja, ja. Hoe vind je dat, hè? Ja, vind ik prachtig dit. Nou, en dan gaan we gewoon weer gezellig verder. Toch? Wat? Ik zeg, dan gaan we gewoon weer gezellig verder, ja, toch? We gaan gewoon weer gezellig verder. Dat dacht ik. Nou, en die ligt daar lekker te slapen. Hoe mooi is dat? Geweldig, toch? Die ligt daar zo lekker te slapen. Ik vind het super. Zo mooi. Zo. En wat zijn dat daar? Ganzen. Ja. Oké dan. Ja, ik vind dit machtig mooi. Kom, heb je dat een fruitje? Nee. Ja. Echt niet? Echt wel. Nou, speciaal weer voor mijn surrogaatzusje Chrissy. Chrissy, kijk eens wat mooi. Zie je ze zwemmen en dobberen. Ik hoop dat je het ziet, schat. Mooie. Mooie. Oh, zo mooi. Geweldig. Dat zijn toch geen normale eenden met het oranje kopje? Mandarijn-eenden. Oh, mandarijn-eenden. Mandarijn-eenden, wat ja. Leuk. En een witte eend. Mooi hoor. Echt wel. Ik heb, zover ik weet, nog nooit een mandarijn eend gezien. Maar ja, wie ben ik? Uitgezet hier. Oh, die zijn uitgezet hier, ja. Wordt er gezegd. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dag, schone zoon. Dag, mam. Jan, waar ben jij? Hey Jan. Ik ben ook nog. Ben je er ook nog? Ja, verhippende pip. We lopen hier al in het park. Park? Noemt u dit een park? We liepen uit het park, ja. We zijn door het park. Oh, oh. Oké, okay, het is een park. Nou, ik hou mijn mond alweer. Nou, oké, okay, lieve vrienden. We sluiten weer. Tot later. Nou, kijk, nou is hier wat leuk. Ik hoop dat ik er wat... Kijk, mama, kijk. En dat is nou een auto.
Maar dit vind ik helemaal gaaf. Ik probeer, ik kan niet. Wie neemt die camera even over? Ik neem de camera even. Ik wil dat er even op hebben. Ja, we hebben hier Mickey. Iets met een beertje. Pluto. Oh, wat leuk. En Donald Duck. Oh godje, Dickie, wat leuk man. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Ja, ik weet het ook niet. Jongen, nog een toe, echt gaaf. Ja, toch maar. 3, 2, 1, go! Max, stop! Max, kijk! Jij heeft hem al. Komt nog een hondje aan. Komt nog een aan. Ja, dat weet ik nog wel. Vies. Vies bruin. Wauw. 7, hè. Max. Die is er heel mooi geworden. Dankjewel. Dat zijn mijn schone nieuwe kleren.